Suriname heeft in financieel-economisch opzicht het jaar 2017 met plusjes en minnetjes afgesloten. Volgens Jim Boussaid, directeur van de Hakeringbank en voorzitter van de bankiersvereniging, was de belangrijkste plus de verbetering van de betalingsbalans. Daar worden de handelsrelaties met het buitenland geadministreerd. Er was hierin een duidelijke verandering te merken. Er was namelijk een overschot vanwege de betere prijzen voor de goudexport. Het was gunstig omdat daardoor ook de valutamarkt positief is beïnvloed, zegt de bankdirecteur. Dat heeft ook geleid tot een zekere koersstabilisatie, dus een redelijke mate van stabiliteit. We hebben ook gezien dat de dip die we hebben gehad in 2016, een negatieve economische groei -10, dat ook verbeterd is. Het was -1 en het goede nieuws is dat dit jaar de recessie omslaat in een lichte groei. We moeten niet te veel juichen, want die stabiliteit is fragiel. We hadden tegenvallers, twee major tegenvallers, met name op het gebied van de overheidsfinanciën. Dat is zorgelijk, omdat dat de overal stabiliteit in de economie beïnvloedt. En samenhangend daarmee de toename van de staatsschuld, omdat een groot deel van het begrotingstekort gefinancierd is door het opnemen van leningen. Dus die staatsschuld is ook gevaarlijk gestegen. In feite in de buurt boven de aflossingscapaciteit van ons land. Een groot deel van het tekort is geleend bij banken. Dat is niet zonder risico's, want de maatschappelijke geldhoeveelheid is toegenomen en ook de omloopsnelheid van het geld. Geld in kassen van de bank is aan de overheid geleend en die hebben het aan ambtenaren betaald, die hebben het meteen uitgegeven. En volgens de economische theorie, de verkeersvergelijking van Fisher, als de maatschappelijke geldhoeveelheid toeneemt en de omloopsnelheid, dan is het risico op inflatie vrij groot. Ook bij het bankwezen waren er plussen en minnen. In het oogspringend waren de problemen van de grootste bank, maar die zijn intussen opgelost, zegt Boussaid. Verder hebben niet alle banken aan de verscherpte regels van de centrale bank kunnen voldoen voor wat de solvabiliteit betreft. Solvabiliteit is de mate waarin de onderneming in staat is het totaal vreemd vermogen terug te betalen. De Hakeringbank heeft daaraan wel kunnen voldoen, zegt Boussaid. Hij geeft verder aan dat de regering heel veel geld heeft geleend bij de Hakeringbank, meer dan 300.000 SRD. Mijn visie veel te veel en ik heb gewezen op de risico's. Als je naar de economische wetenschap kijkt, en ik zie hier mijn oude studieboek en ook een recentele, en allemaal volgens de verkeersvergelijking van Fisher, dat is de economische theorie, als de maatschappelijke geldhoeveelheid toeneemt en de omloopsnelheid ook, dan is er een risico van inflatie. Ik kan u dat ook wel laten zien straks, als u dat wilt zien. Hoe staat het dan met de terugbetaling? Wanneer zal dat gebeuren? Daar zijn afspraken over gemaakt. Daar zijn looptijdafspraken over. Kijk, net als een individu heeft een land ook een aflossingscapaciteit. Wij nemen als bank de aflossingscapaciteit per individu is 1/3 deel van je netto salaris. Mm-hmm. Voor Suriname zou je als norm kunnen nemen 40-50% van het BBP. Die staatsschuld was per ultimo van het jaar mogelijkerwijs in de buurt van 90% van het BBP. Dus voor hoog zijn cijfers van het Bureau voor de Staatsschuld. Ook omdat dus midden van het jaar de buitenlandse staatsschuld is geherwaardeerd naar die nieuwe dollarkoers. Dus daar ligt een groot risico. Ook omdat de groeivooruitzichten, die zijn positief maar laag. 1%, bestens 2%. Dus je hebt dus weinig mogelijkheden in de zin van extra aflossingscapaciteit als land om aan je schuldverplichtingen te kunnen voldoen. Volgens Boussaid heeft de regering bij alle banken in totaal meer dan 1 miljard SRD geleend. Het is niet verwachtbaar dat de prijzen in de olie- en goudsector fors zullen stijgen. Dit brengt met zich mee dat de regering prudent moet zijn met lenen.